kijkers van mijn kanaal, oftewel Rotjoch. Mijn naam is Dylan, oftewel de Rotjoch. En welkom weer terug bij een nieuwe video van Mijntopia op mijn kanaal. En jongens, ja, ik doe nu al 3 dagen achter elkaar Mijntopia. En vandaag ga ik weer Mijntopia werken doen als burgemeester. En het is dit keer niet aanvragen beantwoorden. Want de vorige video was zelfs heel goed bekeken. Je hebt gezegd, ja, Dylan, het is heel erg leuk wat je doet met die aanvragen behandelen. Maar dat gaan we niet elke keer willen zien natuurlijk. Dat zei ik toen ook al tegen jullie, dat ik het ook niet elke keer wil doen voor jullie. Maar vandaag gaan we iets doen, het is een klacht indienen. Ik heb zo meteen een afspraak gemaakt met iemand, een vertegenwoordiger van de Walmart. Walmart is een van de meest succesvolle bedrijven in Mijntopia dat gerund wordt door spelers. Ik ga het zo meteen laten zien, het is echt gigantisch groot. Het is echt super vet dat de spelers zo ver gekomen zijn. Ik heb zo meteen een afspraak met hem. En met hem ga ik even overleggen over iets. Want ze hebben een regel overtreden van een nieuwe wetten in Mijntopia waar hij niet van op de hoogte was. Dus we gaan zo meteen op gesprek krijgen bij hem in zijn kantoor ergens. Vast wel aan de Walmart. Is vast wel een kantoortje. En daar gaan we gesprek houden van, nou luister, hoe gaan we dit oplossen? Want bij vorige burgemeester had een aantal afspraken gemaakt met mensen. Mondeling, dus zonder een contract of iets dergelijks. Maar gewoon van, nou ja, is goed, voor mij mag het wel. Maar zo werkt het helaas niet meer. Want ik ben de nieuwe burgemeester en mondelingen afspraken waardoor hij dus baat heeft, dat gaat dus niet meer werken. En er zijn een paar nieuwe wetten ingegaan in Cosmopolitan. Dus ik ga het even laten zien. We gaan er gewoon even naartoe. Ik zit in mijn lelijke klotenkantoor. Wat als het goed is vandaag aangepast moet worden. Op het moment dat je zo'n video opneemt, wordt die vandaag aangepast door het CEO van het bouwbedrijf Flapperino. Ik ben bij hem geroepen van, hey Flapperino, hier komen. We gaan even, dit wil ik hebben nu van jou. Het moet nu gebeuren met erg veel snelheid, want het gaat nu nogal langzaam. Het is belangrijk prioriteit geven, want het is natuurlijk dat gemeentehuis dat aangepast moet worden in een mooie burgemeesterpakkie. En dat gaan we dus gewoon regelen met die gozer. Dus dat gaat gebeuren. Nou, ondertussen ga ik eventjes natuurlijk checken bij de brievenbusjes. Plot aanvragen. Er is de nieuwe in van Niels. En ik zie hier een sollicitatie van Wel Soldier. Sollicitatie? Ah, nou, ik ga in ieder geval aanvraag voor checken. En dit is een sollicitatie van Wel Soldier. Ja, de sollicitatie van Wel Soldiers op, plot 5 in Gredel, Rotjochie, gemeentehuis, Cosmopolitan. Betreft solliciteerde wethouder, geachte... Oh, het zijn 10 pagina's, schap. Oké, dat ga ik niet nu lezen. Leg het toch in de kist? Ik ga niet 10 pagina's lezen midden in mijn video. In ieder geval aanvraag voor een huis hier. Ik wil graag plot 80 willen kopen. Ik heb een montaal. 66k, als mogen we plot te kopen, zou ik het graag willen doen. 80k, en het is van, wie is dit? L. Niels L. Ik heb toevallig L. Niels L. gisteren in de stad toegelaten. Dat heb ik zelf gedaan in plaats van mijn wethouders. Dus dat ga ik even hierin gooien. De kist van de notaris, boeken voor de notaris, behandelde aanvragen. Aanvragen van plots, hoppakee. Nou Niels, je mag hier mooi tussen. Ondertussen, als jullie kijken, een van jullie, Sam Baten, El Niels L, Dendonia, Damatrius of Quarconium. Als jullie deze video kijken, toevallig, hey, spreek me even aan de server, want je moet een plot kunnen kopen binnen een week. En jullie hebben een aanvraag ingediend en ik ben naar jullie op zoek. Dendonia zag ik het staan, maar ja, helaas heb ik nu een afspraak. En het gaat om het volgende. Ik heb binnenkort ook een afspraak met David, want die heeft namelijk dezelfde regel overtreden. Ik ga het jullie voor jullie schetsen. Ja, we zijn nu in het midden, het hartje, het centrum van Cosmopolitan. De meest welvarende stad, rijke stad, mooiste stad van natuurlijk heel Mijntopia. En dan heb je het volgende staan. Hier, een hele mooie grote toren. Daar, een hele mooie grote toren. Mooie grote toren. Gemeentehuis, 3 hoog, mooi, groter, imposant. Heel mooi groot, imposant. Er is een wet gekomen dat je in het centrum van Cosmopolitan, dus in het centrum, Cosmopolitan bestaat zeg maar uit een paar ringen van vierkanten. Zo de eerste 2 vierkanten zeg maar, dat zijn hele hoge plots en dat moet verplicht ook. Er is een wet gekomen, die vierkanten moet je minimaal 3 hoog bouwen. Dus minimaal deze grootte, zeg maar 1, 2, 3 plots hoog. Deze grootte moet er ongeveer komen, dat is het minimale eis. Buiten die ring van plots zeg maar inderdaad, daar mag je maximaal 2 hoog bouwen, want dat is de woonwijk. Daar gaan we geen flats plaatsen, geen appartementjes verhuren, oprotten, gaan we niet doen. Maximaal 2 hoog. Maar nu, staan we midden, centrum, hartje centrum, Cosmopolitan. En er staat hier een DDG shop. 1 hoog. Mag niet. Dit is van een grote vriend van mij, het is van David. Mag niet. Dan heb je hiernaast, dus degene waar ik nu een gesprek mee heb, de Walmart Inc. Walmart Inc. heeft 1 plot. 2 plots. En dan gaan we. Oh, 3 plots. Volgens mij dat op het hoekje zo nog van hun. 3 plots. Wat niet hoog genoeg is om dit te mogen hebben. Dus de Walmart overtreedt hiermee een regel. En dan moeten ze aanpassen naar 3 plots binnen een bepaalde tijd. Dat gaan we afspreken zo meteen met een bepaalde tijd. Anders gaan we helaas
hun van het plot moeten verwijderen. Want zo werkt nou eenmaal de wet, helaas, pindakaas. En het klote is dus, volgens mij, want het was dus, ik heb een belletje, een telefoontje met hem gehad, met de vertegenwoordiger van de Walmart. Die zei van, ja, maar leuk, we hadden een afspraak met Jan de Engelman gemaakt, dat het wel mocht. En dat was mondeling, geen contract, geen gedoe. En daar komt dus het probleem. Het is gewoon kloten. Dus daar ga ik even bij Walmart langs. Eens even kijken, ja, het is niet echt te missen. Het is dit. Dus nadat ze deze plots allemaal hebben hier aan de zijkanten, heel tof, hebben ze ook nog eens dat gigantische gebouw. En niet vergeten jongens, dit zijn spelers. Het zijn er wel mensen van Kingdom 2, Wesker en zo, of Kingdom, en Enduren. Maar joh, de spelers hebben dit voor elkaar gekregen. Holy shit. Eens even kijken, ik ga nu naar het hoofdgebouw en ik zie daar, daar heb je hem al. Hallo Joost. Hey Willem. Hey, hoe is het jongen? Ja, lekker met jou. Ja, zeker, zeker. Druk. Ja, ik ben even, ik heb nu met jou een afspraak natuurlijk voor. Ja, ja, het is even vervelend, ik weet het. Ik kom ook vriendelijk even hier naartoe in plaats van de grote boze burgemeester. Want ja, jij kan ook vrij weinig gaan doen, dat snap ik. Maar jeetje, het ziet er wel echt gigantisch uit, man. Ik ben dus ja, eerste keer. Ja, het is nu helemaal af ook, dus nou moeten er nog mensen in gaan komen. En wat is je businessplan dan? Wat is het voor gebouw precies? Ja, het meeste is in principe gewoon appartementen die je kan kopen. Dit is een appartementencomplex? Ja, ja, ja. Jeetje, dus als jij hier op, je kan gewoon hierin. Wacht, ik ga even buiten staan. Natuurlijk. Hier mag je inwonen. Ja. Oké. Okay. Er zijn al een aantal verkocht ook, dus... Hoeveel kost zo'n appartementje dan? Ja, het verschilt. Die grote hier is volgens mij, die was voor 300.000 weggegaan. Ja, en een vraagje, ja? Zijn het, ja, ja. Heb je wel KVK aangevraagd voor appartementjes verhuur? Verkopen? Volgens mij wel. We hebben KVK aangevraagd. Maar ja, dat duurt allemaal een beetje lang, dus... Het duurt een beetje lang. Wat belangrijk is... Nou, we gaan het even binnen bespreken, want de zaken... Goed. Heb jij een mooi... Je hebt vast wel een kantoortje hier binnen, joh. Nou, eigenlijk... Okay. Wow, een beetje lag, maar niet uit. Een soort van, ontslag al lekker in een appartement zitten, joh, boeien. Ja, dat gaan we even naar boven. Oké, okay, nou, god, jeetje, man. En ik weet ook toevallig dat jij dit gedesigned hebt, hè? Ja, dat klopt. Zo, dat is lekker gedaan, hoor. We lenen even dit appartement, maakt niet uit. Wat tanju. Oké, nou eigenlijk mag... Yeah. Wauw. Oké, dat ziet er heel strak uit, Joost. Zeker. Nou, goed, ik wil even bespreken wat je doen. Als eerste, tof, maar toevallig hebben we het erover gehad net, want ik, KVK. Want jullie hebben, ja. De Walmart is een multi-store eigenlijk vooral, maar ja. Natuurlijk in verschillende categorietjes heb je steeds. Ja, en een voedselwinkel lopen jullie? Ja, maar die zijn we langzaam een beetje aan het afbouwen. Ja, dus een voedselwinkel, je hebt een kledingwinkel ergens staan. En nu ook appartementenverhuur. Ja. Juist. Het punt daarmee is, voor elk dingetje wat je hiermee doet, moet je een KVK aanvragen. Okay. Dus ik zeg het je van tevoren, je hebt nog toevallig morgen is de dag dat die wetten ingaan. Dus voor morgen moet je voor elk bedrijfje wat jullie hebben in de Walmart een eigen KVK'tje hebben. Oké, okay. Nou, dan moeten we maar even snel regelen. Ja, dat is mooi dat je er even spreekt toevallig erover. Ja, maar, ja. Want. Ja, kom je eigenlijk... waarschuwt. Ja, tuurlijk, weet je, zo ben ik wel. Als je er niet van af weet, ik ga je altijd een waarschuwing geven als je het aan me vraagt. We hebben het toevallig erover en goed. Ja. Dus, in ieder geval, even, Joost. Ja. Ja, je weet waarom ik hier ben, voor de kleine gebouwtjes van jullie. Ja, precies. Ja. De wetgeving is veranderd. Als het goed is, heb ik heb erover gebeld met jou. Ik heb je gesproken erover. Ja, ik heb het teruggegeven. En ik dacht, het is tijd om eventjes een duidelijke afspraak te maken. Want die gebouwen moeten minimaal 3 hoog worden in het centrum. Ja, ik hoorde het al, ja. Ja, ik hoorde dat je het er niet echt mee eens was. Nou ja. Het is afgesproken met Jan dat het gewoon kon voorheen. Ja. Maar ja, als het nu verandert, dan ben ik ook zelf weer gaan betalen, zeker. Ja, je moet het wel zelf gaan betalen. Dat is echt, ik weet dat het klote is. Helaas zijn de wetten gewoon eenmaal aangevallen. David moet ook, de DDG-shop moet ook helemaal de hoogte in, minimaal 3 hoog. Want de wetten zijn veranderd niet door mij, niet eens door mezelf, door Willem. En justitie, zeg maar, de rechter. Ja, ja. Die hebben het allemaal bepaald, zeg maar, minister Binnenlandse Zaken bepaald, dat alles 3 hoog moet zijn in het midden, buiten 2 hoog. En het klinkt heel lullig, maar leuk wat je met Jan iets afgesproken hebt, maar dat gaat helaas niet door. Want er zit geen contract aan. Nee, daarom. Het is een beetje loze afspraak dan. Ja, het is een beetje kloten voor jou en je afspraak, ik snap het. Maar zullen we naar buiten gaan kijken welke plots het allemaal betreft? Ja, tuurlijk. Ik loop wel met je mee. Eens even kijken hoor. Ja, maar mooi. Platsen kunnen hier naar beneden, hè? Ja. Goed. Mag ik vragen voor hoeveel je zo'n appartementje verkoopt?
Gewoon de normale gaan iets voor 100, 110k, 120k ongeveer. 120k. Nou ja, goed, in ieder geval voor 120k word je dus een mooi gebouw. Dat is wel je zo. Je woont wel echt op een mooi plekje. En je hebt ook vaak een mooi uitzicht overal. Dus. En je mag blijven wonen in Cosmopolitan, want je hebt het huis in de plot. Dus dat is wel iets, dat is mooi. Oké, nou, ik ga geen reclame verder voor je maken. Juist. We gaan even kijken. Dit is voor jullie, hebben, hè? We hebben 5 van deze dingetjes eigenlijk. Jullie hebben er 5? Ja, hier 3 en aan de andere kant 2. Dus. Oké. Portemonnee trekken. De vraag daarnaast ook is, precies portemonnee trekken, is... je mag per persoon 2 plots ownen in Cosmopolitan. Klopt. We hebben ze ook allemaal zomaar apart 2 plots. Heel goed. Op Wesker 2, op Wesker 2, op jou 2. Oké, nou, dat is mooi. Dat is ook mooi geregeld. Ja. Maar dus inderdaad, het bevat deze plots. Ze zijn dus het plot nummer 124, 125, 126 en aan de andere kant ook nog eentje. Ja, 121 en 122 gok ik dan. Hebben we. Het zijn een stuk of 5. Je moet allemaal minimaal 3 hoog. Dus er moet een verdieping bovenop. Er moeten 2 verdiepingen bovenop. 1 verdieping bovenop. Ja, het is al 2 hoog. Dus er moet een verdieping bovenop. Op ongeveer net zo hoog kunnen komen als de bank ongeveer. Oké, nou ja, dat kan wel. Ja, dat is te overzien voor jullie ook. Want dan kunnen we even kijken. Want je kunt natuurlijk een uitstel aanvragen aangezien jullie het ineens moeten doen. Dus... ja, ik weet niet hoe lang het met het bouwbedrijf duurt en zo, weet je wel. Dus dan moet ik even naar het bouwbedrijf gaan. Ja, het bouwbedrijf is op het moment heel erg druk. Dus dat heeft geen prioriteit. Al die mensen die net in de stad zijn komen wonen hebben allemaal prioriteit. Maar het gaat vooral om dat dit wel uiteindelijk gefixt moet worden. Dus ik zou zeggen, ik geef denk ik denk 3 weken is wel mooi. Dan moet het in ieder geval er zijn. Ja, dat moet wel lukken. Nou, het geluk is dat jij een goede designer zelf hebt ingehuurd. Ja, jezelf. Natuurlijk, jij bent de architect van je eigen gebouw. Dus dat dan kan je natuurlijk kijken voor kortingen natuurlijk, weet je wel. Van, ik heb het zelf gedesigned. Dat kan je met hun afspraak met het bouwbedrijf. Maar in ieder geval over dus 2 weken, 3 weken, 3 weken moet dit allemaal 3 hoog zijn. Ja, dat moet maar dan, hè. Dat moet maar dan. Niks aan te doen. Ja, het spijt me. Het is, ik ben blij dat je... op de telefoon was je nogal fel van... ja, nee, Jan heeft gezegd van wel. En ik niet. Oké, maar... dit is fijn dat je zo cool nu bent, tenminste. Ja, nee, ik begrijp het wel. Gewoon, je moet gewoon de wet volgen. En als het verandert, dan is dat balen, maar ja. Oké, nou, in ieder geval dankjewel dan voor je tijd. Ik ga heel veel door naar het bouwbedrijf, want het bouwbedrijf heb ik ook nog even te spreken. Dus dan bedankt voor je tijd, Joost. Jo, jij ook, man. Tot ziens. Tot ziens. Nou, goed, dat was dus Joost en Duren van de Walmart. De Walmart wordt dus geowned door 4, 5 mensen, geloof ik. En dat hebben ze allemaal voor elkaar gekregen. Gelukkig is hij heel cool erover. De eerste keer dat ik hem aansprak was hij niet zo vrolijk natuurlijk. Van hey, joh, luister, je moet weer een paar tonnen neerleggen om dat die gebouwen hoog te krijgen. Want ja, ik ken ze een beetje. Ze willen geen dirt huisjes, zou ik maar zeggen, daar neerzetten. Want het is helemaal niet de stijl wat ze willen uitstralen. En dat is dus kloten voor hun. Maar hij is heel cool over. En je ziet inderdaad dat soort spelers die cool doen over dingen. En niet dubbel en dwars gaan liggen op alles wat aangevraagd wordt. Die komen een stuk verder. Aangezien, nou ja, goed, hij werkt heel makkelijk mee. Hij gaat het gewoon doen. Ik heb een afspraak met hem gemaakt. Het is een mondeling afspraak. Een contract ga ik later naar hem opsturen. Natuurlijk, anders moet het natuurlijk via contracten gebeuren. Dan gaat het gefixt voor hem worden. Dan wordt het gefixt en dan ben ik heel makkelijk ook bij hem. Dus als hij altijd een keer een aanvraag hebt, ben ik ook niet moeilijk bij jou. Ik ben iemand die heel eerlijk is in alles met alle aanvragen. Die hebben de aanvraag brievenbusjes gezien. Hoe ik was van, nou, joh, helaas, het staat er niet goed in. Het staat er niet netjes in. Jou neem ik niet aan. Jou neem ik wel aan. Op die manier. Gisteren zijn er best veel mensen aangenomen. Dus daar ben ik best wel tevreden mee. Een van mijn wethouders, Sosander, die is ziek op het moment. Maar hij komt wel ziek naar zijn werk en levert netjes zijn werk in. Maar daartegenover is een andere die haar werk moet doen. Ik ga haar naam niet noemen. Maar die is gewoon al 4 dagen niet online geweest. Dus ik heb een inactieve wethouder. Dat houdt in dat ik een nieuwe wethouder zoek. Dus als jij kan komen naar... Cosmopolitan en je wilt een sollicitatie invullen. Dat is inderdaad dus ik zag die inderdaad die liggen in mijn brievenbus. Dat is ook een sollicitatie van iemand die het inderdaad solliciteert naar wethouder, omdat het dus inderdaad kan. Dus als je wethouder wil worden, vul een sollicitatie inderdaad en vertel waarom je het graag zou willen worden. Nou, aangekomen met het bouwbedrijf. Voor degene die niet weet waar het is, je hebt dus de spawn eigenlijk, de teleport naar Cosmopolitan vanuit Contraxia. Heb je hier het bouwbedrijf. Het ziet er nu heel klein uit. Het is echt Ik snap niet waarom dit het bouwbedrijf is. Het ziet er ook echt niet heel mooi uit of zo. Maar ja, goed, ik kan vast wel veranderingen brengen. Maar eerst andere zaken. Hoe werkt dat nu? Want als het goed is niemand nu aanwezig van het bouwbedrijf. Dus ik kan ook niet spreken met iemand. Ik kan wel even praten met een van de gasten. Want ik kan nog steeds aanvraag doen voor iets heel groots. Maar goed. Het volgende.
Er zijn twee soorten aanvragen. Je hebt een grote aanvraag en een kleine aanvraag. De grote aanvraag zijn de grote plots, dure gebouwen van Driehoog Centrum. Ja, toevallig heb ik met Joost en Duren een gesprek gehad. Joost inderdaad, die zit in het centrum, die weten jullie. En die heeft dus een aanvraag nodig van een groot plot, want het zijn grote plots, met hoge gebouwen. Driehoog moeten ze worden. Dan moet je dus aanvragen bij de grote gebouwen en de flats. Kleine aanvraag zijn kleine plotjes, maximaal 2 hoog buiten het centrum. Dat zijn dus de woonhuisjes die bijvoorbeeld hier zouden kunnen staan. Dat zijn woonhuisjes van 2 hoog. Belangrijk, oude gebouwen kunnen niet gescrapt worden. Dus inderdaad, stel je voor, je koopt het knolpower gebouw, hartstikke leuk. Je kan het wel laten scrappen uiteindelijk, maar je krijgt er geen geld voor. Op die manier. Dat gaan we dus niet doen. Die mensen dus niet de knolpower gebouw kopen om dan te verkopen voor meer geld. Zo werkt het helaas niet in de server. Verlevertijd kan langer zijn dan verwacht in verband met de drukte. De laatste tijd heb ik gisteren 14, 15 mensen aangenomen. We hebben allemaal een plot gekocht gisteren. En ze willen allemaal een aanvraag indienen. Het is op het moment echt knijter druk hier bij het bouwbedrijf. Dus helaas, pindakaas, moet je even wachten op je beurt. Nou, wat moet je in de aanvraag staan? Dat staat hier. Wat moet er in je aanvraag staan? Datum van de aanvraag, dus niet aanvraagt. Plot in de stad. En natuurlijk wat voor soort aanvraag. Dus inderdaad klein of groot. Budget, eisen en eventuele kadaggegevens. Dus daar stel je voor, ik wil dus een... ik heb een uptown, heb ik ook ingeleverd. Ik heb een uptown, heb ik een plot gekocht. Plot nummer 8. Heb ik ingeleverd op 18-2-2016. Plot nummer 8, Cosmopolitan. Soort aanvraag, kleine aanvraag. Het is namelijk een woonhuis. Mijn budget is 150.000 euro. Eisen aan mijn huis zijn. Ik wil graag een balkon hebben en een zwembad hebben. Eventuele kadaggegevens. Nou, mijn Skype, mijn Teamspeak of mijn brievenbusnummer van mijn plot. Waar je me sowieso al kan bereiken in andere steden bijvoorbeeld. Mooi, nou, ga dan bouw aanvragen. Dan gaat het naar beneden. Dat staat er. En dan heb je dus kleine aanvragen, grote aanvragen. In het centrum plots minimaal 3 hoog. Buiten het centrum kleine plots maximaal 2 hoog. Nou, groot, klein. Nou, dat weet je zelf ook wel van jezelf. En dan gaat de bouwer je heus wel contact met je opzoeken als je gebouw er staat. En dan moet je dus ook kunnen betalen. Kun jij niet betalen bij het bouwbedrijf? En heb je gewoon een plot aanvraag gedaan om maar even te zeggen. Ja, ik heb een plot aanvraag gedaan, dat mag blijven. Dan schop ik je nog steeds van mijn land af. Oprotten, je hebt hier niks te zoeken in Cosmopolitan. Wij doen hier niet aan arme sloebers. Het spijt me, Cosmopolitan is nou eenmaal een stad voor de rijken. Ik heb een paar comments gelezen gisteren van... Ja, nou deel, je bent wel heel streng hoor met Cosmopolitan. Ja, maar je hoeft niet een Cosmopolitan te zijn, hè. Het is een stad van de rijken, is Cosmopolitan. Hier wonen alleen maar rijke mensen. Dat is de bedoeling, het is een zakenstad. Het is geen gangster-zwendelstad of zo, weet je wel. Nou, ik ga even terug naar Rolandia, Mindtopia, Heratopia. Het probleem is dus, ik moet eigenlijk zijn in Cutraxia. Dan moet ik weer helemaal gaan naar die... Nou, weet je wat ik ga doen? Ik ga even naar Rolandia. Wat ik namelijk wil doen, ik wil eventjes een paar aanvragen bekijken. Voor de zekerheid. Hé, hey, ik zie iemand met mijn skin. Lol! Hallo Zidane. Hallo. Mooie skin. Wat heb ik nou één keer eerder gezien in mijn video's. Nou, in ieder geval, ik ga doorrennen, want ik heb eventjes geen tijd. Want ik ga naar de overkant, want daar staat namelijk het aanvraagformulierboxje voor de Cosmopolitan. Kijken of we wat nieuw bij zijn. Ik probeer ze dus inderdaad elke 2 dagen te checken. Soms doe ik elke dag natuurlijk, zoals gisteren heb ik gedaan. En vandaag ga ik natuurlijk ook wel even checken. Ik doe het zo vaak als ik kan, maar binnen 2 dagen weet je in ieder geval of je erin zit, ja of nee. Nogmaals, dat kom je niet te weten doordat je een briefje stuurt of zegt van ja, je bent aangenomen of nee, je bent afgekeurd. Nee, je typt gewoon in de chat iets typen en dan zie je of je naam blauw is, ja of nee. Is je naam blauw, ben je aangenomen in Cosmopolitan. Is je naam niet blauw, ben je afgewezen van Cosmopolitan. En dan ga je niet vragen, hoezo ben ik afgewezen? Nou, heel simpel, je voldoet niet aan de eisen die ik gesteld heb voor mijn stad. En eigenlijk niet eens ik gedaan heb, maar ook vooral de gemeente zelf, de minister van Binnenlandse Zaken. Samen met hem, met dus inderdaad Timewalk, heb ik opgesteld van dit mag wel, dit mag niet. Er zijn een aantal vragen gekomen ook, nog steeds. Mag je als je een appartement hebt ergens, mag je die dan hebben? Mag je dan wel? Is het telt het als plot? Nee, appartement is namelijk niet op jouw naam. Dus telt het niet als toelatingseis. Koop je een appartement in Cosmopolitan als je er daadwerkelijk bent, telt het wel als dat je wil blijven. Op die manier gaat het dus in zijn werking. Nou, zone aanvragen, Cosmopolitan, ga ik even een kijkje nemen. Kijken of dit in zijn werking gaat lukken. Hopsakee. Nou, we gaan hier naar beneden. Hatsenflats en bom. Dan gaan we Cosmopolitan. Oh, het zijn er weer veel. Maar het lijkt alsof iemand hier ingezeten heeft. Zie je dat? Gekke shit. Gekke shit. Nou, we gaan even een paar doornemen. Ik ga ze gewoon even aannemen. Je ziet het, dat gaat gewoon elke dag, hè. Je moet niet vergeten, gisteren ben ik hier geweest om dit te checken. Gisteren.
Maar sommige mensen die hebben ook echt 5 keer iets ingeleverd. Het is super vervelend. Nou, we gaan het eerst checken. Beste burgemeester, kost het volle dan. Ik ben eigenlijk op mond level 3. Mijn eigen huis is Roland, die heeft plot 309. Ik heb 40k de bank, dus het gaat me heus wel lukken. Alex, Eagle Shooter. Op de dok staat de vergunning van de vorige gemeente moet zijn. Dat zegt de gemeente, het hoeft niet meer. Het hoeft allemaal niet meer dus, inderdaad. Nou, jongen, Sam, mooi, zit in level 3. Pats, door. Volgende. Zone 2 aanvraag. Ik kom de zone 2 aanvraag. Ben nu level 2. Einde verhaal. Ik ga niet eens verder lezen. Hoef ik niet te lezen. Je bent geen zone 3. Mag niet. Deze gozer. Sam van der Born. Gisteren al goedgekeurd. Hij heeft serieus niet overdreven. Sam, als je kijkt. Ik heb gisteren al tegen je gezegd. Je hebt letterlijk. Geen grapje. Hij heeft 14 keer boeken ingeleverd. In 3 verschillende steden. Super irritant. Naam. Ryan Jeft. Level 3. Plot 9 Rolandia. Ik hoop snel van u te horen met vriendelijke groep. Mijn Jeft. Nou, level 3. Ryan Jeft. Nee, wat? Wie? Ryan Jeft, toch? Level. Oh, kut. Best level. Ryan Jeft. Ryan Jeft! Mooi dat je controleert, Ryan Jeft. Dat dacht ik dus al, de manier waarop je typte. Dat is level 1. Ryan Jeft is dus een oplichter. Met dit boekje is een contract die hij eigenlijk tekent, hè, met aanvraag. Hij fraudeert in een aanvraag bij de gemeente. Dit is gewoon strafbaar. Ik ga naar de politie. Ryan Jeft. Helaas, pindakaas. Moet je maar niet proberen te frauderen. Hij is een fraudeur. Ryan Jeft, gevonden. Oude boef. Oké, daar gaan we. Aanvraag van Cosmopolitan Max Petoven. Level 2. Jammer. Gaan we. Dead Maniac. Woont al in de stad. Volgende. Hey, want ik werk als level 3. En ik werk in de gemeente. Bedankt. Willem, je hebt geen plot aangegeven. Volgende. Kijk, zo gaat het wel lekker snel in ieder geval. En dan gaan we, aanvraag, ik zou heel graag willen inschrijven voor een bla bla bla, hele verhaal, hoef ik allemaal niet te weten, level 3, 66k, ik heb een eigen bedrijf voor Klotsenmoor, ik heb een eigen plot waar een huis staat, ga bij een plot 80 in Rolandia. Loesje, 1, 2, 3, Loesje 1, 3, ik neem jou mee, volgens mij heb ik jou toegelaten, maar ik weet niet meer zeker, nou, Loesje ook, goedgekeurd, top. Aanvraag, echte prof, level 3, geld, zoveel, 6, money, de echte prof. Heeft veel geld, de bank. Inderdaad, level 3. Plots 12 in Rolandia. La. Mooi. Nou, die is in ieder geval goedgekeurd weer. Neem ik mee naar mijn huisje. Thuis controleer ik wel of hij ook een goede level heeft of zo. En of die plots inderdaad voor hem zijn. Want we hebben een sheet. Je kan niet liegen over je plots. Dat kan niet, want ik heb een sheet waarin staat precies of jij wel of geen plot hebt. Naam Stef Rietveld, dat nummer 3. Plot nummer 160, plan 85k. Ik hoop hem nu te horen. Ah, Stef Rietveld. Klinkt heel erg leuk. Ik ga het controleren binnenkort weer, als ik weer in een Cosmopolitan ben. Inderdaad, we controleren het. Toevallig keek ik nu deze gozer, maar... joh, hè? Ik had gezien dat hij er loog. Daarom controleren we altijd wel of mensen wel liegen, ja of nee. IHAPS L13. Plot 3 verder, ik hoop ik aangaan voor uw stad. IHAPS, dat ik volgens mij gisteren in mijn video behandeld. Was volgens mij zijn plot vergeten. Dus, 314, 3,3 Rolandia. Dat klinkt als een appartement. Dus die moet ik even goed controleren. Ik neem hem wel mee. Maar even hier. Volgens mij is het appartement. Dat mag namelijk niet. Appartementen tellen niet. Hallo. Ik ben level 3. Dat is de kamerbanden. Ik heb mijn huisappartement in plot dingen staan. 214 6.1. Klinkt ook als een appartement. Maar anders is hij wel goed. Dus die neem ik ook mee. Op deze manier. En de laatste die ik ga controleren is deze. Is dat van Loesje. Ik had hem aanvraag goedkeurd. Die heeft er al eentje aangevraagd. Loesje 1, 2, 3. Dus dan heb ik deze. Ik neem er eentje mee. Nou, van een hele stapel heb ik er 1, 2, 3, 4, 5, 6 neem ik er mee. En eentje is voor de politie. Want als je inderdaad gewoon liegt, fraudeert in jouw aanvraag, is dat gewoon strafbaar. Dus ik ga naar de politie van Rolandia moeten binnenkort om het even aan te vragen. Van, hey, grote vriend, we hebben iemand in jouw stad wonen die gewoon een fraudeur is. Ja, dat is gewoon niet slim als je gaat frauderen in dit soort zaakjes. In ieder geval mensen, ik sta bij de contractie, ja. Ik denk wel genoeg gedaan aan deze episode. Ik heb een paar aanvragen bekeken. Ik heb een gesprek gehad met Joost en Duren van de Walmart om zijn gebouw aan te passen. Gebouwen. Gaat hij doen, dus dat is allemaal goed gelukt. Mensen in ieder geval, ik wil jullie bedanken voor het kijken. Doe zeker even een blauw duimpje omhoog achter als je het hartstikke awesome vond. Zie jullie hier graag in de volgende Mindtopia video op mijn kanaal. Bedankt voor het kijken. Later dan, tot ziens. En natuurlijk, peace.